Goeiedag. Best wel wat verschillen vandaag in het land. Het zag er zo uit. Mooie zonnige periode, stapelwolkjes. Vanmiddag is dat ook nog wel het geval. En soms is er heel veel bewolking aanwezig. Deze ochtend was dat bijvoorbeeld het geval in Doornenburg. Buien die kunnen er ook vallen. Met name in het oosten en zuidoosten is dat vandaag het geval. En morgen ja, dan krijgen we toch wel weer te maken met wat intense neerslag. Niet in heel het land, zeker niet. De meeste neerslag gaat vallen in het zuiden, zuidoosten en oosten. Het is een zone die vanuit het zuiden binnenkomt schuiven. Op de animatie kunnen we dat goed zien. In de middag vooral gaat het dan flink regenen. Tot die tijd is het op de meeste plaatsen droog. Hoewel er misschien nog wel een enkele bui ook overtrekt. Hier zien we die actieve neerslag die over het land trekt. In het noordwesten van het land blijft het grotendeels droog. En woensdag, dat wordt dan een hele aardige dag, denk ik. Met zonnige periode blijft het overal droog. Dat komt omdat dan een uitloper van een hoge drukgebied overtrekt. En die zorgt dan eventjes ervoor dat het rustig weer is. En ook aangenaam weer. Nou, vanmiddag dus nog wel een enkele bui, met name in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kan dat nog wel het geval zijn. Temperatuur ligt vanmiddag zo rond 20 graden op de meeste plaatsen en daalt er vanavond naar 17 graden. De wind die waait uit het zuidwesten en is zwak of matig. Ja, en morgen gaat er dus flink wat regen vallen. Ik heb even de animatie erbij gepakt. En dan kunnen we ook zien dat dat vooral in de middag gaat gebeuren volgens het Duitse model. En dat is dan in een strook, ja, laten we maar zeggen, de zuidoostelijke helft van het land. In het noordwestelijk deel, daar valt het allemaal wel mee. Ook in het noorden. Er zijn ook wel een paar modellen die dit wat verder naar het noorden laten komen. Maar u ziet het al, grote verschillen in neerslag dan. Want hier kan het makkelijk boven de 20 mm gaan worden, die neerslag die hier gaat vallen. Terwijl het in het noorden vrijwel droog blijft. We hebben het als volgt samengevat in de kaart. Nog best wel hoge temperaturen, 20, 21 graden, maar dat is wel voor de regen uit. Want als het eenmaal langdurig gaat regenen, dan daalt die temperatuur ja, naar een graad of 17, denk ik. Wat natuurlijk ook opvalt is de wind, want die waait morgen uit een hele andere hoek. Die zwakt tot matig uit noordelijke richtingen. In het noorden van het land en ook in het noordwesten, daar is nog wel ruimte voor de zon ook, denk ik. En dan kan er dan in de middag een enkel buitje gaan vallen. Elders in het land overheerst toch wel de bewolking. Al in de nacht gaat die bewolking overheersen en die wordt steeds dikker. En nogmaals, in de ochtend misschien dat er dan in het zuidoosten ook al een enkele bui over gaat trekken. Ik durf dat niet uit te sluiten. Dat zijn restanten van buien die vanuit Frankrijk naar het noorden komen en voor dat neerslaggebied uitzitten. En dan de dagen erna. Nou, het blijft toch wel weer even wisselvallig met uitzondering van die woensdag. Maar u ziet het al, donderdag en vrijdag toch ook weer buienactiviteit. Temperatuur loopt wel mooi op, 21, 22 graden. En ook in het weekend blijft het nog niet helemaal droog. En u heeft het misschien al gehoord bij ons dat we toch wel verwachten dat de temperatuur geleidelijk aan omhoog gaat. Nou, dat zit ook wel in de pluim, want als we dan één week verder kijken, dan zien we inderdaad dat die temperatuur vaak over de 25 graden heen kan gaan vanaf volgende week dinsdag, woensdag. Met zelfs nog wat marsje daaromheen. Misschien nog wel warmer weer. Kortom, het lijkt er toch echt op dat de zomer langzaam maar zeker op gang gaat komen. Nog een fijne dag.